Hey, welkom allemaal bij dit gesprek. Een gesprek dat ik voer met zes zorgverleners. Met Sunita, met Thomas, met Arman, met Jim, met Jos en met Sandra. Aan jullie een heel bijzonder welkom. We voeren dit gesprek. Wil ik graag vooraf even zeggen. Ik had het eigenlijk het liefst in de Tweede Kamer met jullie gevoerd. En jullie en nog wat collega's ook uit andere onderdelen van de zorg uitgenodigd in de Tweede Kamer. Dit vooral omdat het op dit moment in de Tweede Kamer natuurlijk continu over de zorg gaat, over zorgverleners. Maar ja, het mij eigenlijk niet meer dan logisch leek om dan ook met de zorg en met de zorgverleners in gesprek te gaan. Nou, daar dacht een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer helaas anders over. Je moet dan een meerderheid hebben om zo'n gesprek te organiseren. Nou, die was er niet. Maar daar laten we natuurlijk niet bij zitten. Dus dat is de reden waarom ik dit gesprek nu zelf organiseer. Heel graag om van jullie zelf te horen. Hoe jullie kijken naar de huidige situatie in de zorg, naar de toekomst van de zorg, wat daarvoor nodig is. En wat mij betreft ook de punten daaruit te halen waar wij ook weer natuurlijk in de debatten, maar ook op andere momenten samen voor kunnen strijden. Lijkt me goed om eerst even heel kort een rondje te doen wie er allemaal bij het gesprek aanwezig is. En daarna even door te praten over wat je precies doet en hoe jij daar naar kijkt. Sunita, mag ik bij jou beginnen? Ja, hi, ik ben Sunita Bihari en ik ben al 20 jaar, nu ietsje meer dan 20 jaar jeugdzorgmedewerker. En op dit moment voornamelijk in woongroepen, dus 24 uur zorg. Zouden jullie misschien naast je naam en je rol in de zorg ook nog heel kort willen zeggen, wat verwacht jij eigenlijk van de politiek? Ja, nou ja, als ik puur naar de jeugdzorg kijk, dan falen ze al, ik geloof, 30 jaar. Maar het is niet beter geworden, het is alleen maar erger geworden. En corona laat dat zien, maar corona is niet de oorzaak van alle problemen die wij hebben in de jeugdzorg. En wat ik verwacht is dat ze echt gaan luisteren naar de medewerkers, ouders en jongeren. En de zorg weer echt voor de jongeren laten zijn in plaats van om geld te verdienen en met topbestuurders leuke constructies te bedenken die ten koste gaan van jongeren. Dankjewel, Sunita. Thomas, mag ik naar jou? Hi, goedemiddag. Ik ben Thomas Spits. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben intensive care verpleegkundige en verplegingswetenschapper en sinds kort ook voorzitter van Nurse Minded, een initiatief wat we gestart zijn. En ik ben trouwens ook collega van professor Geerbus. En mijn verwachting van de politiek, ik zou eigenlijk een beetje aan willen sluiten op wat de vorige spreker zei, dat we vanuit de inhoud gaan kijken naar wat er nodig is aan verbetering. En dat we nou eens gaan luisteren naar mensen van de werkvloer. Ik denk dat dat een goed iets zou zijn. Dank je. Ik hoop ontzettend dat dit daaraan kan bijdragen. Jim, mag ik jou het woord geven? Mijn naam is Jim en ik was tot voor kort ambulanceverpleegkundige in de regio Den Haag en ben nu operationeel hoofd bij onze ambulance dienst. En waarschijnlijk gaan we allemaal een beetje op elkaar aansluiten. Kijk, we zijn allemaal een klein stukje in de hele keten en hebben overal natuurlijk op een specifieke plek ergens last van. En de inhoud, de kern en het spreken dat met de mensen die erover gaan, dat gaat misschien dan helpen om beter te laten zien waar het probleem zit. Ja, dankjewel. Ik hoop het ook. Nou, de professor hier in de Zoom, Arman, jouw naam viel al. Mag ik naar jou? De microfoon uitgezet. Ja, mijn naam is Arman Geerbus en ik ben inderdaad een collega van Thomas. Ik ben intensivist en klinisch farmacoloog. En jouw vraag over wat ik van de politiek verwacht. Als je het kijk naar wat het verleden gebracht heeft, dan hoop ik op heel veel meer dan het verleden gebracht heeft. En dat er geleerd wordt van wat we nu zien door COVID. Want ik ben het heel erg met Sunita eens dat COVID is niet de oorzaak van de problemen die we nu zien. Maar COVID werkt als een prachtige katalysator. En laat al die dingen die mis zijn, brengt die wel heel dramatisch naar boven. En ik hoop vooral dat we dat niet vergeten en dat we dat oppikken om er met z'n allen wat beters van te maken. Ja. Zeker, dankjewel. Sandra, mag ik naar jou? Ja, goedemiddag. Ik ben Sandra van der Braak. Ik werk als vugger in de wijkverpleging. Tevens ben ik ook mede-onderhandelaar van de COVVT.
Wat ik van de politiek verwacht is meer structurele oplossingen. Wat iedereen eigenlijk al gezegd heeft is dat corona niet de boosdoener is, maar heeft wel de problemen meer blootgelegd. Dus het is meer zichtbaar geworden waar de structurele tekorten en problemen zitten. Helder, dankjewel. En de CAO-VVT voor de rest van de kijkers is de ouderenzorg, hè? De verpleeghuizen thuiszorg. Ja, ja. Dankjewel, Sandra. Jos, mag ik naar jou? Ja, daar, Lilian. Ik ben Jos de Blok. Ik kom uit de wijkverpleging. Ik ben van oorsprong wijkverpleegkundige en directeur van buurtzorg. Waar 15.000 mensen werken, verpleegkundigen en huishoudelijk verzorgenden. Ook jeugdzorg, buurtzorg jong. En we hebben nog een onderdeel, buurtzorg T, dat is de GGZ. En eigenlijk op alle fronten kan het volgens mij veel beter en makkelijker en met meer werkplezier als we vanuit het vakmanschap redeneren. Dus wat ik verwacht van de politiek is dat ze afscheid nemen van patronen die er in het verleden bedacht zijn, die gebaseerd zijn op marktprikkels, productieprikkels, ingewikkelde bekostigingssystemen. En dat we teruggaan naar gewoon menselijke patronen. In de zorg draait het om mensen, tussen mensen. En dat er een lange termijnvisie komt op hoe we met demografie en de vakmensen die nodig zijn om de vragen die er zijn te bedienen, hoe we daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of ik dat van de politiek mag verwachten. Want als ik kijk hoeveel kennis daar aanwezig is, dan denk ik niet dat het daar vandaan kan komen. Dus daar heb ik wel twijfels over. Dat begrijp ik helemaal, Jos. Ik vrees dat je gelijk hebt en dat het ook grotendeels van jullie moet komen. Maar wij moeten het wel gaan regelen en organiseren natuurlijk. Hey, Sunita, mag ik misschien bij jou beginnen? Want jij werkt in de jeugdzorg, maar jij hebt zelf vroeger ook in de jeugdzorg gezeten. En daarna besloten om er te gaan werken. Hoe is het nu om te werken in de jeugdzorg? Ja, ik ben inderdaad zelf 15 jaar jeugdzorgjongere geweest van de 18 jaar. Dus dat is echt een hele hoop. En ik ben het werk gaan doen omdat ik dacht, ja, met mijn levenservaring en met de drijf die ik heb, kan ik misschien iets betekenen voor jongeren. En ik merk echt in plaats van dat ik meer kan doen voor jongeren, dat ik steeds minder kan doen voor jongeren. En dat is eigenlijk wel pijnlijk. Soms denk ik echt, ik ben al blij als iedereen tevreden in bed ligt. Terwijl jongeren verdienen veel meer. Hè? Die hebben ook een behandeling nodig. Die verdienen specifieke aandacht. 1-op-1 aandacht, ga zo maar door. Maar dat gaat gewoon steeds meer weg. En dat is wel pijnlijk. Want dan ben je ik ben eigenlijk nu een onderdeel van een systeem geworden. Waarvan ik zeg, wij doen helemaal niet altijd dat wat het beste is voor de jongeren om te doen. Omdat we gewoon de tijd niet krijgen, omdat we niet voldoende medewerkers krijgen. Omdat vanuit de politiek allemaal systemen zijn gelegd die helemaal niet ten gunste zijn van de jongeren. Maar puur voor controle, maar ook dat je winsten kan maken. Dus je hebt met bestuurders te maken die alleen maar aan geld denken, maar die wel de macht krijgen. Ja, ik kan er echt uren over praten, maar om je vraag kort te beantwoorden. Het is soms heel verdrietig om te doen en te zien. Ja, maar blijf het wel doen. Ja, goed zo. Natuurlijk draai je ook. Ja. Nee, heel goed. Nee, tuurlijk. Maar ik zag inderdaad gisteren ook dat bericht, maar ook vorige week al berichten over flinke winsten die er inderdaad gemaakt worden in de jeugdzorg. Wat doet dat dan met jou? Als ik jou tegelijkertijd hoor zeggen van ja, soms is de zorg bijna beperkt tot blij zijn dat iedereen gewoon goed en wel in bed ligt. Terwijl het natuurlijk zoveel meer is. Ja, kijk, weet je, de politiek heeft het altijd over geld, hè, als het over de zorg gaat. En ik snap best hoor dat je geld belangrijk kan vinden, maar ik vind bestaansrecht is, van de jeugdzorg is nog steeds de jeugd en de zorg voor de jeugd. Het woord zegt het al. Maar als ze het dan over geld willen hebben, hebben ze zelf een systeem bedacht waarin mensen winsten kunnen maken. Dus gelden die wij beschikbaar zouden moeten hebben voor onze zorg, die komen op de bankrekening van zelfs buitenlandse investeerders terecht. Het is echt te zot voor woorden. Dus dat komt niet bij de jeugd terecht en daarna gaan ze klagen, er is te weinig geld. Of ze zeggen gemeentes, jullie moeten het zelf oplossen en dan moeten gemeenteraden in één keer gaan bezuinigen. Ja, en als je het over gespecialiseerde jeugdzorg hebt, waar ik in werk, ja, daar weten echt de meeste gemeenteraden helemaal niks van. En dan krijg je dingen zoals doendeloopgroep, gespecialiseerde zorg, wat gewoon helemaal weg is gaan. Puur voor geld voor grond,
grond die levert veel geld op, miljoenen. Dus we sluiten het. En er is geen derde, tweede, vierde hoendeloodje. Dus deze jongeren komen op plekken terecht die helemaal niet bij hun passen. En er is ook gewoon, de ombudsvrouw heeft toen ook gezegd, er zijn kinderrechten geschonden. Ja, het kan blijkbaar allemaal. Snap je? Want ik zie nog steeds geen verandering in het systeem. Je zou dan toch moeten zeggen met z'n allen, oh, dit is echt vreselijk in Nederland. Daar gaan we meteen wat aan doen. Nee, het systeem is nog steeds hetzelfde. Dus hier en daar sluiten ook weer groepen, ook voor geld. Wat is nou het effect op de hele samenleving van de knellende jeugdzorg zoals jij die beschrijft? Ja, nou ja, kijk, de gespecialiseerde groepen, dat heeft effect natuurlijk op de toekomst van deze jongeren, toekomstperspectief. En dat is niet alleen wat doe je met de jeugdzorg, maar ook wat zijn hun kansen daarna. Ze kunnen bijna geen woning vinden, echt heel groot percentage wordt dakloos. De schuldenstelsel zorgen ervoor dat ze niet gaan studeren, terwijl er echt jongeren zitten met hele grote talenten. Ja, dat heeft allemaal invloed op ons als de maatschappij. Kijk, ik heb toen wel de kans gekregen als jeugdzorgjongere. Mijn studie is betaald. En daardoor ben ik hulpverlener geworden. Ja, en ik hoop dat genoeg jongeren denken, wat fijn, weet je, jij hebt mij kunnen helpen. Dus dat is ook een meerwaarde voor onze hele maatschappij. Maar ook de gemeentepolitiek, ik noem het altijd postcodezorg, wat gecreëerd is. Ja, ik vind het niet zo raar dat er rellen ontstaan en dat er meer bendevorming ontstaat en dat er meer wapens zijn. Kijk, eerder haalde je bij de bendevorming bepaalde jongeren eruit. En niet om ze te straffen, maar om een behandeling met hun te starten. En dat geeft tegelijkertijd rust voor de woonplaats, voor de andere jongeren die niet nog geradicaliseerd zijn. Ja, we hebben nu een systeem gecreëerd waarvan we denken, het kost ons misschien minder geld. Maar ja, ik denk dat radicalisering, dat je dat er niet helemaal los van kan zien, van dit systeem. Nou, inderdaad, met natuurlijk enorme effecten op de rest van de samenleving. Dankjewel, Sunita. Thomas, mag ik naar jou? Want jullie hebben vanuit de IC een manifest georganiseerd. Hè? Dat hebben jullie ook aangeboden afgelopen week aan de Kamer. Waarom heb je dat gedaan en wat staat erin? Ja, dat is een korte vraag met een heel lang antwoord. Ik zal proberen het zo beknopt mogelijk te houden. Wat we eigenlijk zien is dat er een soort disbalans is, of die is er gewoon tussen in- en uitstroom van in dit geval IC-verpleegkundigen. Zo zijn we dus ook begonnen. Dus wat betekent dat in de praktijk? Te veel werk voor te weinig handen. En die handen zijn ook nog eens hoog opgeleid. Wat mij persoonlijk op een gegeven moment aangezet heeft, is dat ik een aantal hele goede collega's gewoon zag verdwijnen naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven, detacheringsbureau, et cetera, andere kleinere ziekenhuizen. En ik ben eigenlijk met een oud bestuurster van onder andere de Witte Woede in 1990 in contact gekomen. En we zijn gewoon eens op de woensdagavonden, in september was dat toen, samengekomen via Zoom. Zijn we gewoon eens gaan praten. En dat is uiteindelijk was dat zo inspirerend, motiverend, dat we verbinding zochten eigenlijk met alle academische intensive cares. En omdat we inmiddels ook zo in de spotlight staan, omdat we natuurlijk een heleboel maatregelen baseren op IC-capaciteit, krijgen we bijvoorbeeld ook heel veel aandacht. Dus dachten wij van, we stellen onszelf gewoon de vraag van, wat hebben wij nou nodig om ons werk goed te kunnen doen? Dat klinkt heel basaal en dat is het ook wel. En daar hebben we eigenlijk antwoord op gegeven. En dat heeft in deze maanden geleid tot een manifest wat echt ontzettend gegroeid is. En het mooie daarvan, ook denk ik ook om hier even te noemen, is wij spreken ook inmiddels met andere collega's van andere disciplines bijvoorbeeld, andere specialismen uit het ziekenhuis, maar ook mensen uit de thuiszorg bijvoorbeeld. En die herkennen zich allemaal in de problemen die wij schetsen, maar ook in de oplossingen die wij leveren. Dus die zeggen ook van, wat een concrete goede ideeën hebben jullie. Wij zouden hier ook nog mee kunnen. Thomas, kan je daar iets over zeggen, over die concrete oplossingen en ideeën die jullie voorstaan? Ja, we hebben eigenlijk drie pijlers. Dat is waardering, zeggenschap en harde resultaten eigenlijk. Nou, die waardering, dat gaat toch ook weer over het salaris. Hè? Mensen die bijvoorbeeld op intensive care werken, die zeggen heel terecht van, ik heb 6 jaar gestudeerd, maar dat had ik ook ergens anders in kunnen investeren. Dat is nog niet helemaal marktconform, maar dat blijkt ook een belangrijk aspect. Maar wat ook belangrijk is gewoon ondersteuning. Voor ons is het zo, en voor de klinisch verpleegkundige is het zo dat je onregelmatig werkt. Dat is lastig te combineren, bijvoorbeeld met een gezinsleven. Dus mensen er is vaak heel veel om extra te kunnen werken, maar het past gewoon niet in het leven. Dus we hebben ideeën bedacht. Gaat het over onder andere woon-werkverkeer, kinderopvang,
Voor mensen die bijvoorbeeld door willen studeren naast hun werk aan het bed. Om daar vrij flexibel mee om te gaan. Wat ook nog een belangrijke pijler daarbovenop is, is dat we nu op zoek zijn naar zeggenschap. Dat is een beetje informeel geregeld binnen de UMC's. Er is een adviesraad. Maar dat blijft maar bij een advies. Dus dat betekent niet dat wij echt instemmingsrecht hebben en goed vertegenwoordigd zijn in die organisaties. En wat we daarmee dan uiteindelijk willen, is dat we kunnen voorkomen dat we efficiëntie verliezen door besluiten van bovenaf. Die dus met de beste intentie genomen worden, maar waar wij last van hebben. Ja, kort samengevat is dat het. Mooi. En wat hoop je te bereiken nu? Nou, wat wij ten eerste hopen te bereiken is dat die uitstroom stopt. Dus dat de achterdeur eigenlijk dicht gaat waaraan al die jong opgeleide collega's weer uitstromen. Ik heb het vandaag nog even nagezocht. Ongeveer als iemand klaar is met bijvoorbeeld de hbo-verpleegkundeopleiding. Die vertrekt eigenlijk binnen 2 jaar ongeveer een kwart van die mensen. Nou, dat is gewoon doodzonde. En ik zou heel blij zijn als het ons lukt om dat in ieder geval te stoppen. Ja. Blijkt uit al die onderzoeken, zorgbreed, dus door alle zorgsectoren heen, dat inderdaad 40% van zorgverleners die de opleiding hebben voltooid binnen 2 jaar alweer wat anders. Algemene beeld, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Dus het zijn allemaal mensen waarin geïnvesteerd is, hè? Wat gewoon het vak verlaat en wat je. Ja, en die keihard nodig zijn natuurlijk. Ja. Oké, dank je heel erg veel succes ook daarmee. Jim, mag ik naar jou, naar de ambulances? Misschien wel heel kort aardig om te zeggen, voordat ik fractievoorzitter was. Was ik zorgwoordvoerder in de Kamer, dus ben ik ook eens een dag mee geweest met de ambulance. Super indrukwekkend. Maar dat was inderdaad lang voor corona, had nog niemand van gehoord. Maar ik, eerlijk gezegd, was het toen al zo dat flink was ook op de ambulance op de spijzende hulpen. In ieder geval die dag. Zeker, ja, wat je ziet is natuurlijk, wat Thomas zegt, is hier niet anders. Hè. De instroom bij ons is ook niet optimaal. Dus je hebt eigenlijk al jaren een tekort aan personeel. Wat uiteraard drukt op je te leveren paraatheid. Daarbij, we staan aan het begin van de keten een beetje. Iemand belt een meldkamer en dan komen wij daarbij. Wat daar ook belangrijk in is, is dat we beter moeten gaan kijken hoe kunnen we de juiste hulpvraag op de juiste manier behandelen. Dat betekent vooral, is die ambulance altijd daar nodig? Dat is interessant, omdat we hebben maar een bepaald aantal auto's. En als je die allemaal inzet, dan kan er op een gegeven moment een moment komen dat de bussen eigenlijk op zijn, maar er nog wel meerdere hulpvragen zijn. En dan zie je dus dat aanrijdtijden, wat bij ons natuurlijk een heel groot ding is, die gaan oplopen. En dat is niet de bedoeling. En dat maakt het lastig. En daar is nog een andere oorzaak van. Dat zien we nu. Dat komt nu naar voren, misschien extra naar voren door corona. Is dat bijvoorbeeld het afleveren van patiënten ook een probleem kan zijn. Waarom? We hebben een aantal ziekenhuizen in de regio. Als het heel erg druk moet, ligt een SCA, een spoedeisende hulp, plotseling vol. Dan kan je daar gewoon simpelweg niet zomaar meer terecht. En het is heel simpel, als je 4 ziekenhuizen hebt en 1 gaat dicht, dan loopt dat verder door. Dan zal het volgende ziekenhuis ook problemen krijgen. Dus dat geeft ook nog eens iets wat we nu extra zien met corona. Dus kijk, de heleboel dingen die bij de IC of bij de SCA spelen, spelen bij ons ook, maar dan soms iets anders, omdat wij, wat je heel veel natuurlijk hoort, Thomas heeft niet echt gezegd, maar de druk op een IC is natuurlijk wel heel erg hoog. Dat is bij ons iets anders, simpelweg omdat wij in principe 1 patiënt hebben. En daar wel meer tijd voor kunnen vrijmaken, omdat je maar 1 patiënt hebt. De druk ligt bij ons anders. Anders, je kan je patiënt niet kwijt. De patiënt is wel heel ziek. Je wil hem graag overgeven, lukt niet. We moeten overplaatsen verder de regio uit. Waardoor je dan, als alles wat ik net vertelde, wordt nog weer erger. Dan is een bus langere periode niet inzetbaar. Dan komt de juiste hulpvraag helemaal niet op gang. Dus dat geeft eigenlijk allemaal problemen. Ik denk dat een beetje, wat ik even zo snel voor de ambulance sector kan zeggen. En hoe kijken jullie naar andere onderwerpen die net al zijn genoemd? Bijvoorbeeld waardering, bijvoorbeeld zeggenschap over je werk. Hoe is dat voor jullie? Ja, waardering zit natuurlijk in een heleboel dingen, maar onder andere zal salaris daar een onderdeel van zijn. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Als mensen dat ergens anders met minder verantwoording meer kunnen verdienen, waarom zou je het niet doen? De verantwoording is immens, zeker voor gespecialiseerde verpleegkundigen.
En zeggenschap, dat speelt hier ook. En toch ietsje minder. Dat is nou eenmaal zo. We zitten samen op een ambulance en doen het werk. Ja. Als wij dat doen. Hè, vastzittend aan protocollen en richtlijnen. Dus dat speelt ietsje minder dagelijks. Ja, jullie zijn gewoon met z'n tweeën op pad. En jullie moeten het maar zien te rooien natuurlijk. Ja, dankjewel. Amal, yes. mag ik naar jou toe? We zien je ook regelmatig op tv, zeker de laatste tijd verschijnen met allerhande analyses. Maar als jij nou nadenkt, ook wat verder, hè? Het gaat nu heel veel over COVID en heel veel over de IC's, dat zei Thomas net al zo. Maar voor de toekomst, voor de zorg, wat is er dan wat jou betreft nodig? Nou, ik denk dat er een heel belangrijke slag gemaakt moet worden in de last en in allerlei bureaucratische processen die zijn verschenen. Ik denk soms wel dat er een tweedeling is ontstaan in de zorg. Aan de ene kant heb je de mensen die voor de patiënten zorgen, hè, direct of indirect. En daarnaast heb je een steeds groter wordende groep die daarover vergadert. En zonder dat ze daar nou echt heel erg veel inhoudelijke kennis van hebben. En kan je daar voor ons ter illustratie, Amal, kan je daar een voorbeeld van geven, hoe dat dan in de praktijk uitpakt? Nou, je hebt bijvoorbeeld mensen die allerlei onderwijsprogramma's maken, die wij dan allemaal via computercursussen moeten volgen. En om een voorbeeld te geven, kijk, mijn vak is intensive care en reanimaties. En dan wordt aan mij gevraagd of ik zo'n examen reanimatie wil gaan doen. Hè. Dus net zoiets als Janne secretaresse vraagt of ze iedere keer weer even een typcursus herhaling wil gaan doen. En je hebt dus een hele grote zaak van dingen die van jou gevraagd worden. Waarvan je denkt van, wat wordt daar precies allemaal beter van? Maar dat wordt allemaal over jou beslist, voor jou beslist. Er worden, ik kan ook wel kijken, bijvoorbeeld als afdelingshoofd. Dan was het vroeger zo, dan had je je afdelingshoofd en dan had je een raad van bestuur. Nou, er zijn nu allerlei lagen zijn daartussen gekomen. Die allemaal maken dat het trager gaat. Als ik nu iemand wil aanstellen, moet eerst allerlei formulieren ingevuld worden. Die dan weer door de ene manager en daarna door de andere manager. En daarna nog eentje ingevuld moeten worden en geaccordeerd. Dus raak ik ook altijd zo vreselijk goed geïnspireerd als ik Jos hoor spreken over dat je die dingen weer terug moet brengen bij de professional. Mm-hmm. En er worden allerlei regeltjes voor ons gemaakt waar wij ons aan moeten houden. Dat is niet omdat ik te opstandig ben om me aan regels te willen houden, maar ik kijk altijd van hoe maakt dat mijn werken voor de patiënt nou makkelijker? En je hebt een voorbeeld is ook bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. He, daar wil je natuurlijk van dat dat iets is wat ons het werken makkelijker maakt. Maar het is eigenlijk alleen maar ontworpen om de administratie en de declaraties goed te laten verlopen. En dan wil je dat, dan denk je van oké, dat is dan zo, want er moet natuurlijk ook wel dat soort administratie gebeuren. Maar ik wil graag dat dat steeds op geleide van het primaire proces wat wij doen als dokters en verpleegkundigen, dat steeds beter wordt, dat er naar ons geluisterd wordt. Hè? Ik zeg ook heel vaak tegen een raad van bestuur, het belangrijkste werk wat jullie moeten doen is ervoor zorgen dat wij heel makkelijk kunnen werken. En soms krijg je het idee alsof dat idee niet helemaal opgevat wordt van om wie het nou eigenlijk draait in zo'n ziekenhuis. Het draait om de patiënten en de mensen die voor die patiënten zorgen. Ja, en dat leidt er ook toe. Kijk, als je ook niet precies weet en heel veel kennis hebt van dat primaire proces van die patiënten, dan word je natuurlijk heel wantrouwig en dan wil je dat alles gecontroleerd wordt. En dan wil je alles in maat en getal vastzetten en dan moeten er allerlei formulieren ingevuld worden en er worden overal getallen aan vastgegeven. En dat leidt tot een enorme administratieve last. Nou, en dat is denk ik voor de COVID-crisis is dat nog eens even een keer geïnventariseerd. En dan werd het duidelijk dat er 40% van de tijd dat mensen bezig zijn met de administratieve last. En nogmaals, er moet wat administratie moeten gebeuren. We moeten ons ook verantwoorden voor wat we doen. We moeten ook goed kijken naar de kwaliteit. Maar het gaat allemaal om de dosis. En die dosis die is zo langzamerhand tot vergif geworden. En hoe is dat dan voor jou? Want die uitstroom,
van zorgverleners. Daar zul jij dan ook mee te maken hebben. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het knap frustrerend is als je iedereen goed kunt gebruiken en gaan dan toch weer weg. Nee, maar dat is inderdaad verschrikkelijk. Maar dat heeft vaak te maken met dingen waar jij geen vat op hebt. Nee. Dus ik probeer de dingen waar ik dan wel vat op heb zo goed mogelijk te doen. Dus om een voorbeeld te geven. Altijd als er bij ons nieuwe verpleegkundigen komen, dan ga ik met ze brunchen. En dan schenk ik champagne voor ze in. En dan gaan we praten van, nou, waarom doe je dit? We zijn heel erg betrokken bij al het onderwijs. Ik organiseer masterclasses voor de verpleegkundigen in een hotel in Noordwijk. Om over, ja, met z'n allen over de inhoud bezig te zijn. Maar er zijn natuurlijk een heleboel zaken waar ik geen invloed op heb. En die maken dat ze zeggen van, hier hebben we toch niet zoveel trek meer in. Dus wat dat betreft is dat heel erg frustrerend uiteindelijk. En heb je nou enigszins het idee, want jij bemoeit je ook wel graag zo tegen dingen aan. Maar heb je nou het idee dat dat een beetje weerklank vindt, in de politiek gezien bedoel ik dan? Wordt er nou een beetje geluisterd? Of hoe gaat dat? Nou, kijk, als je naar de regeerakkoorden kijkt van de afgelopen keren, dan staat er iedere keer in dat de administratieve last van de zorg moet worden gereduceerd. Altijd. Dus iedere keer staat het er wel in, dus dat weten we dan wel te bereiken. Maar vervolgens in termen van resultaten wordt er helemaal niets bereikt. En ik denk echt dat er een keer met enige botte bijl, als het ware, gehakt moet worden om dat voor elkaar te krijgen. En we hebben nu ook wel met een groepje hebben we nu ook een brief geschreven naar de formateurs. Om te zeggen dat we op die punten, dat we daar echt vinden dat daar afspraken over gemaakt moeten worden. Over hoe we dat kunnen gaan veranderen. En daarvoor zijn mensen die kennis hebben van de inhoud van het vak, die zijn daarvoor noodzakelijk. Ik heb het natuurlijk ook heel erg gemerkt bij VWS in alle overleg die we hebben gehad in het kader van de COVID. Ja, dan praat ik voornamelijk met mensen die mijn vak totaal niet kennen. Denk je ook niet dat het ook inherent is aan een systeem? Want wij agenderen dit natuurlijk ook heel vaak in de Kamer. En dan hoor je ontzettend van, ja, maar we doen ons best. En we doen schrapsessies organiseren. En zorgverleners mogen aangeven welke regels overboord kunnen. Maar ik vraag me dan af, als uiteindelijk het systeem zo is georganiseerd, dat inderdaad niet de zeggenschap op de juiste plaats ligt. Of dat het systeem eerder gebaseerd is op wantrouwen in plaats van vertrouwen. Ja, dan organiseert dat je eigen reden dat je dat van af. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Dus wat er gebeurt is iedere keer dat er op, zeg maar, worden wat pleistertjes worden overal gehakt. En het gaat natuurlijk over die ziekte die aangepakt moet worden. En wat je noemt over dat gestolde wantrouwen wat er is. Ja, dat is een van de basisgegevens die ervoor zorgt dat er zoveel administratieve last was. Kijk, het meest initiatief was natuurlijk die boekhouding die gebeuren moest door de wijkverpleegkundigen van wat ze iedere 5 minuten aan het doen waren. Nou, dat is wat anders. Is dat, zeg maar, ook bij ons in het ziekenhuis is dat zo. Ik denk niet zo uitgesproken als dat. Maar dat was wel een prachtig mooi voorbeeld van hoe dat gestolde wantrouwen leidt tot allerlei extra werk wat wij moeten doen. En daar moet je dus terug naar, zoals Jos dat zo mooi zegt, naar die menselijke waarden en die menselijke aspecten die waar het uiteindelijk gaat in de zorg. Dankjewel allemaal. Ja, Jos, jouw naam viel. Misschien gelijk maar even voor naar jou, als je dat goed vindt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, met wat Armaan beschrijft, dat herkennen we denk ik binnen de hele zorg. Ja, mijn idee is dat we het eigenlijk een beetje opnieuw moeten opzetten. Dus heel veel van die administratie is overbodig. Dus als je de begint bij de vraag van wat is nou nodig om goede zorg te leveren, dan is het vooral goede vakmensen. En een omgeving waarin je dagelijks geïnspireerd wordt door het werk wat je doet. En dat je de flexibiliteit hebt om werk en privé een beetje goed met elkaar in balans te brengen. En dat je zeggenschap hebt. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn geen hoogdravende thema's. Als je kijkt, de belangstelling daarvoor was 10 jaar geleden veel groter dan nu. De afgelopen 4 jaar vind ik het echt dramatisch. Dus dan, je ziet ook dat de neiging om allerlei bestuurtafels dingen te regelen is heel groot. Nederland is volgebombardeerd met overlegtafels en bestuur. En
de vakmensen moeten dan maar gewoon dat wat daar bedacht is, zeg maar, gaan uitvoeren. Nou, ik zit aan sommige van die tafels, ik vind het onzinnig. Wat er bedacht wordt, een voorbeeldje, ik zit al 2 jaar met een regiovisie, ergens in een regio in Nederland. Er zitten 30 aanbieders, meestal bestuurders, een paar wethouders van gemeenten, verzekeraar. En ik heb het gewoon als testje gebruikt om te kijken van hoeveel wordt er nou gepraat zonder dat het iets over werkgroepen, projectgroepen. En het zijn steeds dezelfde mensen die elkaar tegenkomen. En we zijn 2 jaar bezig en er is nog helemaal niks uitgekomen. En het vervelende is gewoon dat het bestaande in stand blijft. Dus je houdt gewoon een systeem wat eigenlijk heel veel van mensen vraagt, wat heel veel tijd kost. En wat best anders kan. Want zoals wij het bij Buurtzorg gedaan hebben, is eigenlijk heel simpel. We hebben gewoon gezegd van de zorgverleners, die moeten zelf aangeven van wat zij nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Nou, dat blijkt eigenlijk helemaal niet zoveel te zijn. Dus management heb je eigenlijk niet nodig, is mijn filosofie. Alleen je hebt af en toe een coach nodig die je ondersteunt op het moment dat er zich een probleem voordoet. Die administratieve kant, die kan veel simpeler. Wat Amal net zei over die 5 minuten. Amal, dat bestaat al 15 jaar niet meer. Wij registreren gewoon de tijd dat we werken en die wordt gedeclareerd. En dat krijgen we gewoon betaald. Dus je kan je hele administratieve systeem zo eenvoudig maken dat je daardoor ook je hele overheid veel kleiner houdt. Dus we hebben maar een paar procent overheidskosten. En dan kun je gewoon het geld wat je hebt, kun je gebruiken voor de professionals. Dus ik denk dat heel veel dingen redelijk simpel zijn op te lossen. Maar je moet er wel op een andere manier naar kijken. En je moet het ook opnieuw durven opzetten. Ja, zo wat kijk ik. Ik wil jou eigenlijk zeggen, Jos, van je zou het inderdaad gewoon opnieuw moeten opbouwen, de hele zorg. Maar hoe zouden we dat moeten doen? Nou, ik laatst dit aan het voorstellen om te zeggen, laten we een taskforce starten. Met een aantal mensen die zorg goed kennen. En die gewoon vanuit de inhoud met voorstellen komen. Waarbij zeg maar de rest volgend is. Kijk, nu is het vaak zo dat bedrijfskundigen, economen, juristen, noem het dan maar op. Die zijn in de lead. Dat zijn ook de mensen die ik tegenkom bij VWS. Ik kom bijna geen enkele professional tegen. En dan zit ik dan met mensen. En denk, je weet gewoon niet wat wijkverpleging inhoudt. En dat gevoel zullen veel andere professionals ook hebben, denk ik. Dus dat is natuurlijk van de zotte. Dus hoe je dat doet, ik denk dat er echt vanuit de politiek een standpunt moet komen. Dat je zegt van, wij gaan met het veld in gesprek om te kijken hoe het anders kan. Ik denk dat het niet anders kan dat je, als je kijkt naar de demografie en de beschikbare mensen voor de komende 10 jaar, dat je gewoon moet kijken van, we moeten andere patronen ontwikkelen om met de bestaande mensen de dingen die nodig zijn te blijven doen. Andere dingen, die winsten bijvoorbeeld waar je het over had. Ja, ik vind het onvoorstelbaar dat het kan. Wat wij doen is, in het systeem wat we hebben, zeggen we gewoon tegen de verzekeraar, zo zien de kosten eruit. Dit is ons kostprijs. Als we dat betaald krijgen, is het goed. Dus ik vind het nastreven van winst, vind ik een hele pervers iets. Wij betalen met z'n allen die premie. En dat daar dan bedrijven met aandeelhouders in het buitenland, noem het maar op, ja, dat is niet te verkopen, vind ik. Dus ik vind dat de waardering moet bij de professionals terechtkomen, zowel inhoudelijk als financieel. De kennisontwikkeling, de standaarden, noem het maar op, de wijze waarop er gewerkt moet worden, moet van de professionals afkomen. En er moet een systeem komen wat dat ondersteunt. Nou, dat is misschien heel idealistisch, maar ik denk dat het gewoon kan. Nou, volgens mij laat je zeker voor een deel al zien dat het kan, toch? Dus laten we daar alsjeblieft wel aan vasthouden. Dankjewel, Jos. Ja, Sandra, en mag ik een voorbeeldje geven? Lilian, in de laatste maanden ben ik heel veel gevraagd in Denemarken. Is een mooi voorbeeld. Er is een minister, is 39. En die vrouw die is jaren 5 geleden in Nederland geweest. En die is ervan overtuigd dat heel Denemarken met zelforganiserende teams zou moeten werken. Dus die heeft een heel plan bedacht. Ik ben de laatste nog bij haar op bezoek geweest. En die is de overtuiging van, als we het systeem niet veranderen, dan hebben we straks gewoon de medewerkers niet meer.
Dus, en er was een van de vragen was daar. Er zijn 25% van de mensen die verdienen hun geld aan overheadtaken. Dus dat zijn al die mensen waar Amaat ook over heeft, die allemaal druk bezig zijn, maar waar je niet van denkt dat het iets toevoegt aan die zorg. En toen hebben we samen het voorstel gedaan van als nou van die 25% is gewoon 15% een omscholingscursus, nou verpleegkundige of arts of maar in ieder geval een zorgberoep, dan zijn ze en voor de maatschappij veel zinvoller en ze maken dat er een enorme kostenreductie is in het systeem. Dus misschien is dat ook nog wel een idee voor Nederland. Nou, het lijkt me een fantastisch streven in ieder geval. Dan hebben we er een hoop mensen bij. Ja. Hey, dankjewel Jos. Ja, Sandra, naar jou. De zorg in de wijk werd net al aangestipt door Jos ook. Nou, jij bent daar druk mee. Hoe is het? Hou je het nog een beetje vol? Ja, het is nog te doen, maar rek is er behoorlijk uit. Hoeveel diensten had je nou wel niet achter elkaar gedraaid? Ja, 18 dagen. Er zitten wel 2 vergaderdagen of 3 vergaderdagen tussen. Maar ja, dan ben je ook met je hoofd ook nog aan het werk. Ja. Dus het is, maar ja, dat geldt voor al mijn collega's. En zowel intramuraal als extramuraal, iedereen zit tegen de grens aan. Kijk, we willen allemaal zorgen, daarvoor zijn we gaan. En wij zijn thuisblijvers en wij zijn geen nee-zeggers. Nee. En dat is een beetje onze grote valkuil. Ja, en hoe kijk jij naar wat er net allemaal gezegd is over zeggenschap, over waardering, over de bureaucratie? Hoe is dat voor jou? Ja, inderdaad, meer zeggenschap, zeker over de roostering. Dat vind ik wel heel belangrijk. Waardering, ja, meer salaris is natuurlijk hartstikke geweldig, maar dan ga je de werkdruk niet mee weghalen. Dus ik kan er wel €200 op vooruit gaan per maand, dat is hartstikke fantastisch, maar als de werkdruk hetzelfde blijft, dan ben ik over 1 jaar of 10 gewoon opgebrand. Dus ja, dat gaat niet echt veel helpen. Maar meer collega's wel, kan ik me voorstellen. Meer collega's, dat zou echt geweldig zijn. Ja, ja. Hey, en qua waardering, want waardering is natuurlijk veel meer dan financieel. Denk ik, aantrekkelijk maken van het vak is de basis. Want dat is iets wat de politiek wel relatief makkelijk kan doen natuurlijk. Hoe lang hebben we moeten strijden? We hebben meer dan 10 moties en acties. En op een gegeven moment gingen ze nog rennend de Kamer uit, omdat de zorgsalarissen een beetje verhoogd dreigen te worden. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook iets voor jullie doet. Dus het gaat niet eens zozeer om het financiële stuk, maar ja, dat is voor jullie allemaal geapplaudisseerd. Ja, dat is hartstikke leuk, maar ja, je krijgt echt het gevoel dat je gewoon helemaal niet serieus wordt genomen. En je wordt niet serieus genomen in je vak. Dat doet soms echt wat pijn. Ik kan me heel goed voorstellen, ja. En hoe is het onder collega's? Kunnen jullie nog wel een beetje samen de sfeer erin houden? Of hoe doen jullie dat? Ja, wel. We hebben echt, ik werk echt in een heel fijn team. Waar iedereen toch altijd op elkaar terug kan vallen. En dat is ook wel heel belangrijk. En we mogen gewoon ook onze grens aangeven. Dat wordt ook gewoon gezegd. Van kom gewoon naar kantoor of doe even een belletje als je geen tijd hebt om te komen. Of doe even een mailtje als je het gewoon even gehad hebt. En dan gaan we samen kijken wat we eraan kunnen doen. Wat dat betreft zijn wij echt wel een heel hecht en fijn team. We lossen ook veel voor elkaar op en dat is echt, dat werkt wel heel erg fijn. Ja, fijn. Nou, dat is super om te horen en... Het is toch zeker wel de taak wel, ook van de politiek, om ervoor te zorgen dat jullie op een goede manier je werk kunnen doen. Maar ook die dingen die voorbij kwamen over het aanpakken van de winsten, het organiseren van een systeem waarin vertrouwen voor opstaat. Waarin de zeggenschap ligt bij de mensen die het werk doen. Zo simpel, toch? Ja, heel simpel. Maar je moet zoveel verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Ja, dat is gewoon echt niet leuk meer. Kan je daar een voorbeeldje van geven? Als er ook maar 1 vinkje verkeerd staat, of een datum verkeerd, een dag verkeerd, dan moet de hele indicatie helemaal opnieuw ingevuld worden.
Ja, er gaat zoveel tijd in zitten. Het is gewoon bizar. Lijkt me ook heel frustrerend als je werkdruk al zo hoog is. Ja, ja. Lilian, mag ik een vraag daarover aan jou stellen? Zeker, natuurlijk. We hebben het nu over die bureaucratie gehad, onder andere in de thuiszorgen. Ik denk dat het daar nog veel erger is dan bij ons, hoor. Maar het is niet mijn expertise, maar dat zou je wel toch moeten regelen. Dat je gewoon verbiedt dat je onnodige administratie doet. Of dat je... Ja, dat moet toch te regelen zijn, zou je zeggen? Ja, ik voel helemaal met jou mee. En ik denk dat zo is. Maar je merkt wel, politiek gezien, dat daar heel veel... misschien is zozeer politieke onwil, maar dat je zo, wat we net bespraken, als je gevangen zit in een systeem waarin inderdaad een zorgverzekeraar als voor het zeggen is, of zo niet dat zijn, of je hebt met zo'n gemeente te maken. Ja. En die gemeenten hebben allemaal weer verschillende aanbestedingsprocedures, verschillende verantwoordingsprocedures. Ja, dan heb je ook heel veel verschillende manieren om dat die bureaucratie natuurlijk maar groeit en groeit. En daarom denk ik dat het zaak is om veel fundamenteler, en daarmee sluit ik ook wel aan bij wat Jos zei. Ja, eigenlijk zou je het gewoon van de grond af aan opnieuw op moeten bouwen. De zeggenschap leggen daar waar die hoort. En dan, daarmee heb je ook een systeem van georganiseerd wantrouwen aan een systeem wat uiteindelijk leidt. Denk, volgens mij is die bureaucratie en die papierwinkel is een uitvloed daarvan, is een rol van. Ja, mag ik ook nog iets toevoegen? Want wat ik heel lastig vind bij de jeugdzorg bijvoorbeeld, is dat heel veel teams niet compleet zijn. Hè? En dat is voor jongeren echt funest. Want dan krijg je heel veel verschillende gezichten. Maar je ziet ook dat heel veel mensen net begonnen zijn en ook weer snel weggaan, zeg maar. Maar wat ik zo vreemd vind is, en dat is volgens mij zorgbreed, hè? Zijn er heel veel ontslagen geweest. Het is gewoon gecreëerd. Maar ook dat er geen vaste contracten gegeven worden. Dan heb je je goede mensen. We hebben al zo'n vaste contract, dus het kan niet. Heb je weer een wisseling. Dat is wel volgens mij toch politiek ook te regelen. Om te zeggen, ja, het moet gaan om vaste gezichten. Het moet gaan om de jongeren, want de vaste gezichten zijn belangrijk. En we gaan niet voor geld of omdat we geen vaste contracten willen geven. Omdat het voor ons te duur zou kunnen worden. De jongeren maar belasten constant een ander gezicht. Ja, zeer zeker, tuurlijk. En weet je, dat is een baan waar je van kunt leven. Ook financiële waardering, het aanpakken van de doorgeslagen flex. Dat zijn allemaal dingen. Tuurlijk kun je die kun je zo organiseren. Ik weet nog, Sandra, ik kan ook meebrengen, heel veel actie gevoerd. Ook met mensen die in een verpleeghuis werken. Ja, die ook heel veel tijd te maken kregen met ingekorte diensten. En moesten ze alle dagen opkomen draven. Nou, als dat dan bovenop een werkdruk komt en bovenop een gebrek aan zeggenschap. En dan moeten ze ook nog twee banen hebben, want dan konden ze er gewoon niet van rondkomen. Want meer dan 14 of 16 uur kregen ze dan niet op een contract. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn echt dingen die, dat zou toch minimaal geregeld moeten worden. Mag ik jullie voor nu ontzettend bedanken voor jullie bijdrage, voor jullie ideeën, voor de alternatieven die ook zijn aangedragen. Wij gaan wel proberen om dit gesprek natuurlijk voort te zetten op alle mogelijke manieren. Want ik denk echt, ik werd net al even gezegd, ja, het zal echt wel van jullie moeten komen. Dus ik ben ook heel blij, Thomas, bijvoorbeeld met jullie initiatief vanuit de IC-werkvloer en ook op andere plekken zie je dat er initiatieven vanuit zorgverleners zelf worden genomen en alle steun daarvoor. Wij zullen daar ook volop in meegaan en kijken of we zoveel mogelijk steun kunnen organiseren voor al die punten die we net hebben besproken. Of het nou meer zeggenschap is, of het nou meer waardering is, of het nou het aanpakken van doorgeslagen bureaucratie en het wantrouwen is, de winsten. Jos heeft natuurlijk helemaal gelijk. Wat is dat voor systeem? Dat je zulke dingen allemaal maar toestaat, terwijl de tekorten ondertussen zo groot zijn. We zullen dat ook in de Kamer blijven doen. Komende week is natuurlijk ook weer een debat, ook over alle huidige actuele ontwikkelingen rond corona. Maar dan zullen we ook deze voorstellen allemaal blijven doen. En ik denk wel, als we ons organiseren, en dat zie je steeds meer gebeuren in de zorg, dat stemt me echt hoopvol, moet ik zeggen. Dat vind ik goed om te zien. Dan weet ik zeker dat die verandering er gaat komen. Mag ik jullie voor nu heel erg veel dank zeggen en vooral heel veel succes met het belangrijke werk wat jullie doen. Houd moed, doe veel goed aan de collega's en zet hem op. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Dank je.